vanmorgen het eerste nierdialysecentrum voor kinderen geopend. De financiering van het centrum is met behulp van de Republic Bank gedaan. Suriname heeft alleen dialysecentra voor volwassenen. Maar er zijn ook heel jonge kinderen die genoodzaakt zijn te dialyseren, zegt Manoj Shindori, directeur van het Sint Vincentius ziekenhuis. Wij zijn er trots op dat deze mijlpaal is bereikt. Het eerste dialysecentrum speciaal gericht op kinderen. Eigenlijk moet ik zeggen, het eerste kinderdialysecentrum in de Guyana's. En dat is toch wel iets waar we enorm trots op mogen zijn. En waarom is het nou zo belangrijk om een kinderdialysecentrum te hebben in Suriname? Omdat er helaas kinderen zijn in Suriname die te maken hebben met nierfalen en dus dialysebehoeftig zijn. Maar deze kinderen moeten in dialysecentra worden gedialyseerd die allemaal zijn gericht op volwassenen. Alle materialen, alle benodigdheden, alle spulletjes die nodig zijn, zijn in afmetingen van volwassenen. En die zijn vaak niet geschikt voor kinderen. Dus er is nauwelijks dialysemogelijkheid voor deze kinderen met nierfalen. Als gevolg daarop weer onderbehandeling en helaas vroeg overlijden van deze kinderen. Volgens RBC-bankdirecteur Keith Johnson is het project vorig jaar juni ingediend bij de bank. Zo'n project is een genoegen geweest om waar te maken, zegt Johnson. These children have to undergo treatment using adult machines. And this presents considerable risks and complications. The Republic Bank therefore saw the need for a dedicated pediatric dialysis center. And we said yes. Adequate health care is a basic need for everyone and a major transformation in the quality of health care for children, especially those with kidney disease, is paramount. Volgens minister Amara Madin van Volksgezondheid moet Suriname er niet alleen trots op zijn dat we het eerste kindernierdialysecentrum hebben, maar ook een kinderarts-nefroloog in het land. Werner Kienswijk, kinderarts-nefroloog, legde na de opening uit hoe het dialyseren werkt bij de kinderen. En dat is heel belangrijk dat die aanwezige kennis er ook is, kader ook aanwezig is, om een dergelijk centrum te kunnen managen. En naast u ook, dokter Kienswijk, uw staf rondom dit gebeuren. Ik neem aan, en ik weet ook, u hebt het net gezegd, dat nefrologieverpleegkundigen, dialyseverpleegkundigen uiteraard verschillen. En ook daar een subspecialisatie voor kinderen. Dus dat het heel belangrijk is. If they are on the chair and they are spending about 5 hours a day, 3 times a week, 3 to 4 times a week, they are spending in here. They can watch television, but they can also go on the internet. And if they need support from a computer, they also can do stuff online. Deze apparaten, these machines are installed, which means that we can put children on dialysis as quickly as next week. We'll probably wait about 2 weeks, but they're already installed and the children just need to be put on the machines. Het kindnierdialysecentrum heeft een bedrag van 131.000 Amerikaanse dollars gekost en is bestemd voor kinderen vanaf 1 maand tot en met 18 jaar.